una bici, bici, bici. Arrancamos pa' la pati, pati, pati. Te llevo atrás en mi bicicleta. Salta atrás en mi bici, 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 bici. En camino pa' la... Goedendag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Let niet op mijn gezicht. Dit is mijn gezicht wanneer ik net ben opgestaan. Ik kom net wel onder de douche vandaan, dus ik ben wel lekker fris, dat sowieso. Maar met name mijn haar, waar ik het over heb. Er is veel vraag naar geweest van wat ik precies met mijn haren doe. Kijk, mijn haar is nu woest. Ik ga zo meteen eerst naar de kapper. En dan ga ik jullie uitleggen wat ik precies met mijn haar doe. Wanneer het er gewoon goed uitziet. Want mijn haar is niet echt kroes-kroes. Ook niet, al helemaal niet stijl. Het is een beetje een mix van. Mijn moeder heeft natuurlijk stijlhaar. Mijn vader heeft kroeshaar, dus ik denk gewoon mix daartussenin. We hebben natuurlijk weer haast, dus ik heb snel trainingspak aangetrokken. Nike, altijd lekker. En dan kunnen we gaan. Hey, die kou is niks van mij, man. Shit. 5 graden, 6 graden. Als ik weg kon, had ik het al lang gedaan naar een warm oord. Want dit is niet vol te houden, dit, man. We zijn er weer, hè? We hebben te maken met de rapper hier ook. Hè? Vertel je net? Barbers van Zee, a.k.a. rapper. Spit even. Voor de kijkers. Ben met Dwayne en we zijn hier aan het knippen. Barbers van Zee is hier aan het flippen. Hou die confused. En we maken een nieuwe clip. Hey! meer toch? Huh? Zo'n korte sessie toch? Oké. Wat gaat een pizza doen? Echte dingen, hè? Frenna denkt alleen dat hij dit aankan. Als Frenna dit ziet. Yo! We zijn bij Barbers Soes. En je weet sowieso dat ik knip. Is je kap zo kroes? Kom dan hier naar Soes. Zij kan het niet doen. De spitsjes zijn voorbij. Ah ja, toch, die kapsel is fresh. Je weet zelf hoe we doen, man. Barbersoes, hè? Ja, die kapsel die is weer heel fresh. Contouren die zijn ook recht. Ogen staan laag. Alcohol in mijn ogen. Ja, maar een beetje alcohol in zijn ogen komen, maar ik zei, je weet zelf hoe we dat doen, toch? En ik weet niet wat ik heb. Maar omdat ik bij de kapper vandaan kwam, was ik kapot. Ik voelde me gewoon zo moe, alsof ik ben uit geweest gisteren. Waardoor het Nederland ik even een dutje deden. Maar het was langer dan gedacht. Je was eigenlijk... Inmiddels al 4:15. Dus we hebben lang geslapen. Hè? En hij gaat uitvallen, want je batterij. De batterij is leeg bijna. Dus als hij uitvalt, weet jullie hoe dat komt. Ben je nu lekker aan het eten? Ja? Vind je leuk, hè, camera? Ga zwaaien naar de mensen thuis. Dan zwaaien. Happy? Nee, hè? De camera is leuker, hè? Ja. Ja. En ik ben in de club en begrepen, ik fuck, ik ben hier voor die moos. En ik zie dat je flipt, maar het boeit me gezicht, ik ben hier voor de boos. Ze blijft vertellen wat ze aanneemt, want de bad boys, want ze denkt dat... We gaan even snel in het dode centrum. Zo'n sponsborstel halen voor mijn haar. Is te verkrijgen, tenminste bij ons te verkrijgen. Bij de Surinaamse winkel. En laat ik zo meteen zien wat ik allemaal met mijn haar fix. Normaal gebruikte ik veel wax. Maar is nu niet meer nodig. Maar ik laat zo meteen wel zien hoe en wat. Kijk, dit hadden we nodig. Hè? Hij gaat wonderen verrichten. Hè? It's a miracle. Ik laat zo meteen wel zien hoe we hem gaan gebruiken. Volgens mij is het ook wel online te bestellen. Maar ik weet niet de juiste naam voor dit. Ik noem het gewoon een sponsborstel. Kijk hoe dood het hier is. In Lelystad, de winkelcentrum. En het is ijskoud. Ik heb dik aangekleed. Maar zonder baat. Ik heb de bouwer weer een nieuw speeltje. Hoor. Kijk hier. Net binnengekomen. Kunnen we verder aan de weg timmeren. Huh? Kijk hier. Laser. Ga jullie direct laten zien. Even uitleg geven. Even kijken. Kijk hier. Lijn. Lijn 2. Oh jeetje. Als je goed kijkt, zie je dat deze hoek 90 graden is. Ja toch, om wanden te zetten. Nou, die kunnen ook weer verder toch. En nu gaan we verder met de vaat. Nu doet Manon of zij het aan het doen was. Ik was al bijna klaar. Dit zijn de laatste twee dingen. Jongen, jongen, jongen. Ibiza, yo mamá,
Ik ga jullie even snel mijn haartutorial geven. Ik zeg niet dat dit de manier is, of de enige manier. Maar ik weet wel dat dit, voor zover ik weet, het beste van mij werkt. Dus ik ga direct de deur in huis vallen. Dit is dus wat ik net had gekocht. Sponsborstel. En dan blijf je gewoon draaien. Draaien, totdat je verschil ziet. Ronde bewegingen moet je maken, want kijk hier. Er zitten van die gaatjes in. Wanneer je ronde bewegingen maakt, komt het hierin, krult het een beetje. Sowieso moet je het op droog haar gebruiken. En wanneer je ziet dat het niet meer verandert, dan gebruik ik haarlak. Ja toch, zodat het effect nog beter wordt. Tenminste bij mij wordt het effect beter. Ik kan niet voor iedereen spreken, iedereen heeft ander haar. Maar dit is hoe wij het doen. Hoe ik op dit idee kwam, ik zag het liggen. Het is trouwens van mijn non. En ik dacht, ik probeer het gewoon. Experimenteren. Jawel, en dit is hoe we het doen. Zijn we klaar voor? Voor nog een beter effect, nog meer haarlak. En nog langer blijven draaien. Maar nu gaan we gymmen, we gaan zweten, we gaan daarna weer douchen. Dus het heeft weinig effect als ik het nog langer zou doen. Dus hier hou ik het bij. Ja toch, showzij! Kijk hier, Bartus wil even een boormachine van me lenen. Wat een goede service, ik kom het ook nog brengen, hè. Kijk hier, korte brakken, alles. Showzij! Godverdomme, jongen. Wat doe jij? Hè? Je denkt in zomer. Je gaat naar het strand. Deze man! Hou op, man! Deze man is niet Barkie! Hij is niet 100% man! Hey, kill! Waar ga je? Je gaat zwemmen, hè? Koep is fresh, hè? Ja, man! Ja, toch? Wat is Susie. Ja, toch? Je gaat zeker naar Ja. Die achterbak openmaken, een sleutel. Ja, maar je bent ergens van plan, hè? Nee, maar wakker. Hey, doe maar wakker. Wat ben je van plan? Je hebt een boormachine nodig, wat ga je doen? Je gaat gaatjes boren? Zeg bro, ik ga gaatjes boren. Grote, kleine boren. Rustig? Nee, even serieus, waarom korte broek dan? Ik ben thuis, gozer, wat mag ik doen? Ik ga... Even gym en dan gaan we Bali kijken toch? Frankrijk-Nederland. We zijn er aangekomen, maar ik ga niet daar binnen filmen. Anders worden jullie gek van mijn fitnessvideo's. Even pompen. Ei, sexy hoor. Tjonge jongen, we mogen niet klagen. Het was maar weer eens een zwakke sessie, maar we zijn geweest. Beetje lui vandaag, maar we moeten doorgaan. Het is inmiddels 8:15 geweest en we gaan nu pas avond eten. Wel met lekkere Bali op de achtergrond, Nederland-Frankrijk. Nela is nog energiek, hè? Energiek. Je moet slapen jij. Je moet dus beheerst aanvallen. Lekkere pasta met garnalen besteld. Er zitten maar 2-3 stukjes garnalen in. Kan toch niet? Hè? En het is inmiddels de volgende ochtend. Het is vroeg en we hebben weer een beetje haast. Want we gaan een wereldreis maken door Nederland. Nee hoor, we gaan richting Goes. Daar heb ik een afspraak met Rico Moda. Dat is een online webwinkel. En ze hebben daar ook een winkel. Waar je dus gewoon kan passen. Gewoon een bestaande winkel. Maar, zoals jullie kunnen herinneren. Of tenminste, als jullie het nog kunnen herinneren. Had ik al eerder samenwerking met hun. Toen was ik ook die kant op gegaan. Hadden we een fotoshoot. En ze nodigden me uit om weer even langs te komen. Even een jas uit te kiezen. En ook nog een weggeefactie voor jullie te organiseren. Dus mocht je wat willen winnen, een lekkere winterse jas. Check dan verder om te zien wat jullie voor moeten doen. We gaan dus die kant op en dan krijgen jullie verder uitleg. Onderweg naar Goes. Maar we gaan eerst richting Amsterdam. Gaan we Lisette ophalen. Onze manager. Manager? Ja, manager. Wat doet de manager? Zij regelt samenwerkingen voor ons. Ze helpt nadenken. En onze mails gaat ze beantwoorden. Het is ook weer verlichtend werk voor ons. Om daar niet meer naar om te kijken, kunnen we ons richten op andere dingen. En met ons bedoel ik Manon gaat ze managen en mij gaat ze managen. Dus dat moet zich uit. Hoe zeg je dat?
Het moet zich uit. Vruchten afwerpen. Hé, vruchten afwerpen, jongen. Nee, uiteindelijk komt erop neer dat onze kwaliteit gewoon vooruit moet gaan. Qua content, video's, foto's. En als jullie scherp zijn geweest, zijn mijn foto's ook al vooruit gegaan, toch? Dat is. Meer moeite. Ja, dus we gaan haar eerst ophalen en dan gaat ze mee richting Goes, naar die Komoda. En na uren rijden zijn we eindelijk aangekomen in Goes. Met de twee divas, Manon en Lisette. Jullie waren nog nooit gezien. Lisette de manager. Hallo. Kijk, volgens mij hier naar links. Even kijken wat het precies is. Hier zitten ze hoor. Goes, Rico Moda. Oh, hier zijn we. Hier moeten we zijn. Mooi. Mooie shopper. Ja. Dank je hoor. En jullie ook? Nog een keer? Dus? Dus? En we zijn nu dus aangekomen bij de winkel van Rico Moda. En ze hebben echt toffe merken zoals D2, ben ik fan van. Stone Island en allemaal andere dingen. Maar daar komen we niet voor. Ga ik zo meteen wel naar kijken trouwens. In ieder geval even een lekkere winterjas zoeken. Deze jas is ook warm, maar we gaan voor een echte winterjas. Dit keer ga ik denk even voor een andere jas dan wat ik normaal heb. Deze merk Moose Knuckles. Van gehoord, nooit echt gezien, maar ik ga deze denk ik wel even passen. Even kijken welke maat het is. Vraag of ze maar maat hebben. Zou ik deze jas kunnen passen? Ja, tuurlijk. Ja? Is het een goede maat? Weet ik niet. Dit is een hemmetje. En dan probeer ik deze wel even. Yes, thanks. De dames zijn aan het chillen natuurlijk. Huh? Social media, Instagram. Kijken waar we straks langs gaan. Oké. Maar dan gaan we zo meteen natuurlijk weer fotoshooten. Gebruik maken van de mogelijkheden. Yes, is tof toch? Ja, is heel vet. Even een second opinion van mijn non vragen. Yes, vond ik sowieso al tof, maar ik hou ervan om extra mening te krijgen. Dit gaat hem dus worden. En even terugkomen op de winactie. Mocht je deze jas ook willen winnen, check dan de voorwaarden op mijn Instagram. En wie weet loop je ook in zo'n jas. Jetsen. Hij is echt vet. Heel vet. Ja. En deze is van het merk? Welk merk? Moose Knuckles. Hoe? Moose Knuckles. Moose Knuckles. 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 Moose Knuckles. Oké. Jawel, hè? En Bond is er ook af te halen voor de mensen die niet van Bond houden. Voor ieder wat wils. Dit gaat hem worden. Ja toch? Gezellig hoor, met deze twee Instagram junkies. Working. Ik ben een freak in een weekend, als ik touchdown zie ik chicks naar mijn deacon. Wow, ik ben ziek in mijn mind, dus ik zoek een mat voor de sexual healing. Hey, heb een long voor de chick en ik maak haar als ocean. Hey, niet op long things, maar ik neem... Work that magic, girl. Behind the scenes. Dit is hoe het er echt aan toe gaat. Dweense Insta-foto's. Kijk ze gaan. Work it. Oh, sorry. Ja, zoals jullie zagen, zijn we dus druk bezig met het shooten van foto's voor op Instagram. We zijn nu trouwens in Rotterdam aangekomen, want we gaan zo meteen bij Aqua Asia eten. Hier zo. Sushi, maar niet zomaar sushi. Wel die knapperige vis, gebakken dingen, niet het rauwe dingen. Daar hou ik niet van. Maar ik laat me verrassen, ze hebben ook vlees. Dus mocht het niet lekker zijn, kan ik nog overstappen naar vlees. En kijk hier, mooi uitzicht over Rotterdam. De Erasmusbrug. Huh? Mooie stad. Jongen. En wij gaan nu weer even omkleden voor de volgende oudje. En dan gaan we die ook weer shooten. Ja toch, we moeten blijven doorgaan. Alles voor de gram hoor. Kijk, ze nog steeds in de kou bezig zijn. Ik ben klaar. Dus ik kan niet wachten tot we daar gaan eten. En Lisette komt met goede ideeën. Dus er komen goede Instagram posts aan. Creatief. Eindelijk klaar en de dames gaan uitzoeken wat we allemaal gaan eten. Hier zitten we dus. Aqua Asia. Het is sushi. Het is niet mijn ding. Dus ik laat hun kiezen. En het eten is gebracht. Kleine hapjes. Maar gaat sowieso nog meer gebracht moeten worden. Want het is nooit genoeg. Ja.
Instagram is naast me. Iedereen druk bezig. Maar ik ga heerlijk eten. Het was weer een lange dag. Van Amsterdam naar Goes naar Rotterdam. Maar mocht Goes ook iets te ver zijn voor je, kun je altijd nog naar de webshop van Rico Mode gaan. Ik zet de link wel in de beschrijving. Mocht je wat items willen scoren. Want ze hebben zeker toffe dingen. En nogmaals, mocht je die als ook willen winnen, check dan mijn Instagram in de beschrijving. En dan kan je de voorwaarden zien wat je voor moet doen om die jas te kunnen winnen. Maar wees snel voordat het te laat is. Ik hier in Nissa zit te chillen in deze plastic tas. Huh? Vind je leuk hoor. Oh ja, voor ik de vlog afsluiten wil ik nog even een shout-out doen naar de guy die me tegenkwam op de A4 bij Den Haag. Want hij reed naast me, ik zag het niet. Dus Lisette zei van, hey, ken je die guy hier naast je? Hij reed al met raam open omlaag, raam omlaag. In de dikke BMW. Hij gaf me even die love. Van, hey, ik check je vlogs. Gewoon tijdens het rijden. Dus dat waardeer ik, vind ik tof. Love. En na dat gezegd hebben, ga ik lekker de vlog afsluiten. Ga ik heerlijk slapen. Morgen is het zondag. We hebben nog even een lekker luie dag. Maar het gaan we niet vloggen. Gewoon lekker tranky. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie de volgende vlog weer. Ciao, ciao. Jij weet, ik heb die gedrag. 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 Ik doe dit sinds 2008.